Welkom bij een nieuwe Technische Unie-podcast, waarin wij je meenemen in de wereld van installatietechniek en industrie en onderwerpen belichten die spelen in de dagelijkse praktijk. Mijn naam is Suzanne Thiemsen en vandaag praat ik met Frigo de Vries. Frigo is lichtadviseur bij de Technische Unie en we gaan het hebben over de wonderwereld van verlichting. We zitten gezellig aan een. Uh... Tu Groene Tafel, letterlijk de kleur van uh, Tu. En uh, Frigo, uh, welkom. Ja, dankjewel, Suzanne. Dankjewel. Leuk, Leuk dat ik hier mag komen. Ja, super. Ik, uh, ik heb er zin in. En, uh, ik ook. Jij bent dus uh, lichtadviseur. Klopt. Het klinkt prachtig, maar wat doe jij eigenlijk? Nou, het, het is ook prachtig. Uh, lichtadviseur geeft het eigenlijk aan. Uh, ik geef advies over verlichting. Uh, uiteenlopende projecten. Uh, binnenverlichting, buitenverlichting, met name utiliteit Zorg. Uh, dat zijn natuurlijk veel specifieke vragen die voorbij komen. Maar goed, daarnaast kun je ook denken aan openbare ruimtes, uh, parkeergarages, uh, industrie, luxe woonhuizen. Uh, dat is een beetje de adviezen die we, die we geven. Um, adviezen worden eigenlijk een beetje opgebouwd op basis van een lichtberekening of een lichtplan. Mm -hmm. um, ik zal eigenlijk kort even uitleggen wat het, wat het, onderscheidende, wat het onderscheid is. Een licht plan is eigenlijk um, een plan op basis van uh, wensen van de klant aanleiding van een opname. Um, ik neem dan met de klant eigenlijk de, de, uh, de, de specifieke wensen door. Ik bekijk de ruimte. Op basis daarvan maken we eigenlijk een plan uh, met een soort 3D-visualisatie, zo kun je het eigenlijk zien om eigenlijk een, de klant een indruk te geven van wat is er allemaal mogelijk is en hoe ziet dat eruit. Ik als, als, als lichtadviseur kan prima namelijk een platte bouwtekening lezen met wat lichtpunten erop aangegeven. Ik kan dat heel eenvoudig visualiseren, maar voor de klant is dat gewoon een stuk lastiger. Dus dan gaan we gewoon echt in 3D iets uitwerken om te laten zien van hey, hoe ziet het er nou uit als we daar wat wandlampen plaatsen, daar wat armatuur aan het plafond, of een mooie hanglamp boven de tafel. Wat voor een sfeer geeft dat aan? En doe je dat in, met speciale software? Klopt, Dielux. Um, het leuke is dat je uh, met plugins van de leveranciers eigenlijk uh, alle tools in handen hebt om een, uh, om een plan te maken. Daarnaast hebben we nog de lichtberekening. Uh, er wordt vaak een verwarring gemaakt tussen wat is nou een lichtplan en wat is nou een lichtberekening. En wat is het verschil dan tussen die twee? Een lichtberekening is eigenlijk een uh, controleberekening op basis van uh, genoemde eisen van, van een klant. Uh, als voorbeeld bijvoorbeeld een, een werkplaats waar ze uh, lichtlijnen in willen toepassen. Dat de klant aan mij aangeeft van uh, we gaan hier uh, fijne mechanische werkzaamheden uitvoeren. Ik wil hier graag lichtlijnen in. Uh, ik wil daar zoveel luxe op de vloer hebben. Uh, Kun je voor mij dat berekenen? Dus dan gaan we het eenvoudig berekenen in Dilux om te kijken um, met hoeveel armaturen komen we tot het gewenste resultaat. En heb je hier ook een enorme wiskundeknobbel voor nodig of valt het allemaal wel mee? Je hebt er kennis voor nodig. Geen wiskundeknobbel. Je moet weten waar je het over hebt: um, een stukje um, technische kennis, um, softwarekennis. Lumestromen, behoudfactoren, waarmee reken je? Wat voor armatuur kies je? Uh, wat zijn dan de, 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 de grenswaarden die je uh, in de software instelt om uiteindelijk tot een, tot een eerlijk resultaat te komen? Kan je misschien ook een uh, voorbeeld geven van een uh, project? Uh, misschien een heel recent project, waarvan je echt denkt van nou dat was echt fantastisch. Ja, ik heb toevallig net twee weken terug ben ik bij een opening geweest van een uh, kantoorpand... van een of ander hip ICT bedrijf uh, in, de, in de regio bij ons. en. Uh, daar zijn we eigenlijk, de, de eigenaar heeft het hele kantoorpand gekocht. Drie verdiepingen, twee verdiepingen waren voor de verhuur. Die hebben we eigenlijk gewoon vrij basis uh, ingericht, verlicht. En uiteindelijk zei hij van, joh, bovenin ga ik zelf zitten, kunnen we daar niet wat moois mee maken? Nou, dan heb ik gewoon eigenlijk doorgevraagd, van, ja, gaan we dan de eenvoudige lijn doorzetten? Of gaan we daar ook echt wat moois mee maken? Uh, hij gaf toen aan dat hij ook met een interieurarchitect aan het samenwerken was uh, voor de hele inrichting. Dus een mooie vloeren, uh, mooie kleuren op de wanden. Dat geeft mij gelijk aan dat ik denk: hé, hey, dat kunnen we allemaal met licht kunnen we dat gewoon absoluut gaan versterken. Het uh, is eigenlijk op tafel gegaan met elkaar en gekeken van joh, wat wordt dan precies een beetje de, 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 de stijl, de, de sfeer wat ze willen gaan neerzetten. Dat uh, een beetje een stoere stijl, uh, zwarte kozijnen, uh, zwarte, zwarte uh, stalen deuren, veel glas, um, mooie eikenhouten vloeren, uh, donker behang, een beetje, beetje blauw tinten. Uh, een, een kantine bijvoorbeeld die uh, super gezellig is met een soort behang met allemaal potjes eraan, uh, heel levendig, heel sfeervol. Ik mm -hmm. dacht ja, daar kunnen we met verlichting kunnen we dat absoluut, absoluut gewoon gaan versterken. Dus jij dacht echt, ik wil hier losgaan. Met absoluut. mijn lichtberekeningen, plannen. Absoluut. Uh, ik wil losgaan. Nou, en, en mocht dat? In zo'n geval maak ik dus een lichtplan. Ja. Ik heb zijn hele verdieping heb ik in, in Evo gezet. Deluxe Evo. Ja. Uh, opgebouwd. Uh, vloeren erin, wanden erin. Uh, deuren erin. Alles erin. En vervolgens met verlichting aan het stoeien gegaan. Om te kijken, hoe kunnen we nou een, een, een een heel mooi uh, mooie samenhang van technische verlichting... decoratieve verlichting... samenbrengt tot één uh, werkend, uh, kloppend geheel. Dus uiteindelijk is dat echt... Uh, uh, nou, ik twee weken terug heb ik bij de opening gezien. Het is echt fantastisch geworden. Ja, echt echt super, ja. Ik zie echt een hele brede grijs op je <laughs> gezicht verschijnen. Ja, dus klopt. ik denk dat je super trots bent. Absoluut, <laughs> absoluut. Ja, als we het over licht hebben... en dat soort eindresultaten te zien is... is ja, daar doe je het voor. Het is fantastisch. Helemaal als je dan ook van... de, de klant uiteindelijk hoort van... Uh, Joh, dit was echt de goede keuze. We zijn zo blij dat we dit hebben gedaan. In plaats van het standaard hebben doorgetrokken. Uh, we hebben gewerkt met eigenlijk allemaal allemaal zwarte accenten. Hele fijne zwarte hanglampjes boven, uh, boven de werktafels, van een, van een soort bel. Uh, ja, bell cubes al eigenlijk zo noemen ze het. Een soort stilteruimtes. Allemaal met glas. Ja. Mooie hanglampen erin. Vervolgens een stukje basisverlichting ingebouwd in het plafond boven de werkplekken. En dan weer aangevuld met eigenlijk mooie, gigantisch grote ronde schijven met zwarte randen. Om ook weer die accenten te benadrukken van de uh, zwarte kozijnen. Um, diameters van, van, van anderhalf tot, tot, tot een meter. Uh, allemaal naast elkaar gehangen. Ja, echt een fantastisch totaal plaatje. Nou, super trots op. Ik wil wel een kijkje nemen, eigenlijk, als ik dit ja, zo hoor. Ik word ik ook enthousiast. Ja, kom maar mee. <laughs> ik uh, hoor ook vaker termen voorbij komen zoals smart lighting, connected lighting, duurzame verlichting. Hou je daar ook allemaal rekening mee als jij advies geeft aan je klanten? Gelukkig hebben we um, tegenwoordig is heel veel verlichting is al duurzaam, omdat we tegenwoordig eigenlijk alleen maar ledverlichting hebben. Mm -hmm. um, goede ledverlichting is gewoon natuurlijk een stuk duurzamer dan de, de ouderwetse uh, gasontlading, TL, uh, compact lampen. Dus daarin hebben we al een. Uh, een mooie voorsprong. Ja. Daarnaast kun je eigenlijk, uh, eigenlijk moet je elke ruimte smart maken. Want tegenwoordig heb je met ledverlichting zoveel uh, kansen. En is het zonde om eigenlijk gewoon aan het begin van een uh, ruimte een schakelaar te plaatsen. Want je kan met sensoren werken of met uh, lichtmanagement systemen, noem het maar op. Om het eigenlijk uh, nog interessanter te maken, ook voor de klant, omdat je nog meer energie gaat besparen. En ja. verlichting niet uh, nutteloos blijft branden als er niemand in de ruimte aanwezig is. Ja, dat is zonde. Maak je ook wel eens uh, gekke dingen mee of, of gaat er wel eens iets uh, compleet mis? Er uh, gaat zeker wel eens wat mis. Uh, ik denk wel een leuke om, om eventjes weer uh, in te haken op dat ICT bedrijf waar we toen mee bezig zijn geweest. Uh, de klant was zo enthousiast en, en had die gigantisch grote doos ontvangen dat ze dachten van oh, dat, wat, wat zit daarin? We, we gaan het uitpakken, we gaan het monteren. Nou, ik denk dat ze s'avonds om een uur of negen, tien bezig zijn geweest met uh, het uitpakken en het monteren. Dat ik op een gegeven moment s'avonds een verontrustend appje kreeg van een vertegenwoordiger: van, uh, zijn de armaturen ook dimbaar? Uh, <laughs> ze waren natuurlijk s'avonds in het pikke donker, buiten alles donker. Voor de rest in het hele kantoorpand alles donker, uh, hebben ze gigantische schijven van, van meer dan een meter doors, hebben ze tegen het plafond aangezet? Ingeschakeld. En nou ja, dan krijg je in één keer inderdaad een gigantische klap licht. Uh, en het contrast wordt dan heel erg groot. Uh, dat ik eigenlijk grapte van, nou ja, misschien moeten we wat zonnebrilletjes bij, uh, bij leveren. <laughs> maar uiteindelijk is het, is het allemaal goed gekomen. Ik zei, de klant moet gewoon eventjes wennen. Uh, hij moet gewoon in daglicht gaan bekijken. Met de, de, de andere verlichting ingeschakeld. Dan, dan, dan vormt het gewoon een, een, een compleet geheel. Ja. Uh, het, het contrast was gewoon zo sterk. Uh, ik, ik, ik schrok wel eventjes trouwens was 's s'avonds. Uh, toen ik dat berichtje kreeg van, hoe god vindt de klant het niet mooi of is het te fel. Of ik heb gelijk de volgende dag mijn licht bekeken van de de, de luxe waardes, klopt het nog wel uh, <laughs> nou ja ja dan schrik je wel eventjes ja dus jij had dikke stress maar uh, ja je gebruikt natuurlijk dat licht op kantoor tijdens ja, uh, ja of overdag overdag dus, uh, ja. wanneer je ook voldoende daglicht hebt uh, ja precies ja. wanneer wanneer het zonnetje buiten schijnt en ook wanneer het s avonds donker is dan uh, hè, zoals nu wordt het s avonds ook alweer het vroeger donker uh, heb je ook gewoon uh, licht nodig uh, je bent gewoon een bepaald uh, niveau nodig om te werken en dat is, dat is daar zeker gegarandeerd goed gegaan. Ja. En de klant is nou ook helemaal tevreden hoor. Ik heb hem laatst nog gesproken. En toen zei hij ook van, in het begin was het echt even schrikken. Toen we alleen die ronde schijven hadden gemonteerd. Maar uh, fantastisch resultaat. En we zijn er erg blij mee. Dus daar, oh, mooi. daar doe ik het voor. Frigo, uh, jij vertelde mij dat jij begin van de maand een lichtevenement hebt georganiseerd. Uh, kan je daar nou wat meer over vertellen? Ja, klopt. Ja, Technisch Unie organiseert uh, jaarlijks een aantal lichtevenementen. Afgelopen maand hebben wij uh, ons lichtevenement in het Martini Plaza in Groningen uh, gehouden. Leuke locatie. Absoluut. Uh, ook met een reden. Uh, Technische Unie heeft namelijk de afgelopen vijf jaar hebben we alle verlichting in alle evenementenhallen, de ontvangst, uh, vergaderzalen, kantoren, uh, expositieruimtes van het Martini Plaza allemaal verlicht. Dus uh, uiteindelijk was het natuurlijk een 1 tje om daar ons lichtevent uh, te houden. Ja, leuk. Ja. Hoe zag die dag eruit? We hadden een uh, een tiental leveranciers hebben we gevraagd. Um, we hebben natuurlijk een gigantisch aanbod aan uh, verlichtingsarmaturen, uh, sensoren, uh, smart lighting oplossingen, uh, noviteiten, noem het maar dan maar op. Ja, ga je ellenlange lange presentaties houden voor de klanten? Uh, worden ze daar gelukkig van? Nou, Wij vonden, om eigenlijk, uh, wij vonden het leuk om, om onze leveranciers uit te dagen. Mm -hmm. Dus we hebben een uh, carouselvorm bedacht. We hebben uh, een tiental vergaderzalen daar gehuurd. En onze leveranciers uitgedaagd om eigenlijk binnen 10 minuten een, een, een presentatie te geven over hun noviteiten. Dus kort en krachtig, to the point. Absoluut, actief, uh, laagdrempelig, uh, op een leuke manier. Uh, de ene leverancier begon bijvoorbeeld met een, een PowerPoint presentatie, terwijl de andere leverancier een complete stand opbouwde om echt een, uh, nou ja. Uh, ja, een, een rondje uh, met de klanten te, te, te maken en alles te laten zien, te laten vasthouden, te laten branden, uh, mm -hmm. super leuk, super variërend. en uh, ja, echt een, een heel leuk iets om te, te organiseren en ook uh, met name alle positieve reacties te, te, te krijgen. naderhand. ja, er is heel veel aanbod, er zijn heel veel producten, heel veel applicaties. Uh, volgens mij is het letterlijk een woud aan uh, informatie en mogelijkheden, um, dus voor de klant. Ja, die ziet denk ik door de bomen het bos soms ook niet meer. Uh, dat is ook zeker waar. Daarom uh, organiseren we inderdaad ook dat soort lichtevenementen om uh, met meerdere leveranciers onder één dak uit verschillende uh, hoeken van verlichting uh, De klanten te informeren over uh, de noviteiten en uh, de toepassingen. Dus voor um, de installateur is het ook heel erg handig om daar te zijn, denk ik. Want ja, ze stellen hun vragen aan de leveranciers. En ze praten natuurlijk ook met collega's hoe die het doen in de praktijk. Klopt, klopt. En ze kunnen veel echt... uitwisselen. Ja, en de Technische Unie geeft advies. Dus eigenlijk is dat de perfecte mix daar. Helemaal, helemaal waar. Helemaal waar, Suzanne. Het is een, uh, het is een hele leuke mix wat je ziet. Je ziet iedereen ook uh, verbroederen en uh, dingen uitwisselen, uh, informatie uitwisselen. En uh, nou goed, voor de mensen die natuurlijk bij zo'n event niet aanwezig kunnen zijn, weet natuurlijk ook dat ze bij elke Technische Unie-vestiging terecht kunnen uh, voor een lichtadvies, voor een lichtplan, lichtberekening. Uh, als ze daar uh, uh, vragen naar hebben. Dus... Um... Als ik je goed begrijp, zit er dus op elke vestiging van Technische Unie een lichtspecialist waar de klant terecht bij kan voor vragen. Ja, klopt. klopt. Ze kunnen in principe bij elke locatie uh, kunnen ze terecht. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog uh, duurzaamheidsspecialisten, sanitaire specialisten, elektrotechnische specialisten. In principe alles in huis om uh, voor de klant een uh, advies op maat uh, te maken. En Frigal, ik denk dat de luisteraars wel heel erg benieuwd zijn naar jouw um, tips. Uh, wil jij misschien twee tips cadeau geven? Um, nou, vooruit. Ik, ik heb, een, ik heb een, een leuke tip, um, denk ik, op het gebied van veiligheid. Als we het hebben over uh, werkplaatsverlichting bijvoorbeeld, waar lastwerkzaamheden plaatsvinden. Ik krijg dan wel eens de vraag van de klant van, we willen graag verduurzamen. Snap ik. Maar kijk ook eens naar je bestaande lichtplan. Is die nog up-to-date? Is die nog uh, naar wens? Misschien zijn de machines uh, tussentijds wel verplaatst en heb je niet meer licht waar nodig. Dus dan probeer ik met de klant ook mee te kijken. of ja, Misschien moeten we juist iets aan de indeling gaan veranderen... om ook je veiligheid weer te verhogen op je, op je, op je werkplaats. Oh, dus dan heeft licht ook echt de functie van, um, van veiligheid. Absoluut. Um, voorbeeld weer, iemand die aan het lassen is... en uh, eventjes omhoog kijkt omdat zijn, uh, zijn kap niet goed zit... Uh, kan verblind worden door een, een highbay die recht boven hem zit. Dus, dus zorg voor... Uh, Licht op de juiste plek, een goede gelijkmatigheid, weinig, weinig verblinding. Uh, op die manier zorg je voor een veilige werkomgeving. Nou, ik vind dit echt een uh, briljante tip. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd naar je volgende tip. Ja, mijn volgende tip is eigenlijk wat meer op uh, gebied van uh, decoratief. Uh, spelen met licht. Uh, tegenwoordig zie je overal systeemplafonds uh, vol worden gelegd met, uh, met ledpanelen. Ik rij wel eens langs de snelweg en dan zie je eigenlijk al die kantoorpanden zo in de schemering. Waar alleen maar 60-60 plafondplaten oplichten. Ja, dat ziet er heel verdrietig uit. Uh, vind ik wel, ja. Ja, ja. ja, dat kan altijd beter. Dat kan altijd beter. Terwijl het lichtniveau zal er vast goed zijn. De, de gelijkmatigheid zal er vast... Uitstekend zijn. Um, ik vind het mooi om te zien nou, om met licht op verschillende hoogtes te werken. Dus, dus zowel iets in het plafond, iets aan het plafond, iets aan de wand, iets gependeld, iets vanaf de vloer. Op die manier breng je een ruimte echt tot leven en, 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 en maak je sfeer. Hé hey Frigo, hartstikke bedankt uh, voor het gesprek. Graag gedaan, graag gedaan. Ik vond het ook super leuk om hier te zijn om iets over licht te vertellen en over mijn, uh, mijn passie. Nou, dat is zeker te zien, want uh, je ogen die, die straalden eigenlijk de hele tijd tijdens het gesprek. Uh, is er misschien nog eens een, een website waar we heen kunnen gaan? tu.nl/licht. Daar kan de klant alles vinden over uh, wat wij in het portfolio hebben. Nou, die is makkelijk te onthouden. tu.nl/licht. Bedankt voor het luisteren naar deze Technische Unie podcast. Ben je geïnteresseerd in wat er nog meer speelt in de installatietechniek en industrie? Check dan onze playlist of kijk op technischeunie.nl. Heb je een onderwerp waar je graag meer over wil horen? Mail dan je idee naar podcast@technischeunie.com. Wij maken het mogelijk.